Hey, hallo iedereen en welkom hier bij Bax Music in onze Bax Music Studio. Een tijdje geleden zijn we gestart met een aantal tips, video's, als je het zo mag noemen. Tips met echt hele goede prijskwaliteitsinstrumenten of gear die je jezelf misschien cadeau wil doen tijdens de eindejaarsdagen. En in deze video bekijken we kort een instrument dat toch wel een tijdje op de markt is. Ik denk toch een aantal jaar, ik weet niet precies wanneer. Maar het is de Fender Player Acoustasonic. En je had eerst de US Acoustasonic. Die is, als ik me niet vergis, uitgekomen in januari 2019, NAMM. En een tijdje later is de Player uitgekomen. Zoals de meeste players van Fender zijn deze ook made in Mexico. Absoluut niks mis mee. Het is gewoon, ja, eigenlijk een beetje dezelfde gitaar, hetzelfde concept, voor een heel pak minder dan de US-versie. En natuurlijk iets minder sounds. Ja, je moet het natuurlijk wel ergens doen. En ik ga deze nog heel kort aan jullie voorstellen. We hebben eigenlijk drie verschillende types, gebaseerd op heel bekende Fender instrumenten. En zoals je hier kan zien, heb je de Fender Player Acoustasonic Telecaster. Dat zie je natuurlijk door de Telecaster shape en hier het Telecaster element. Voor wie niet echt mee is, heel kort, een Acoustasonic is eigenlijk ik ben er echt super fan van. Een heel licht, makkelijk instrument dat je overal mee naartoe kan nemen. En dat je eigenlijk gewoon heel vette, heel mooie akoestische sounds geeft. Dat heb je onder andere met deze three-way switch. Want er zitten een aantal elementen natuurlijk in deze Acoustasonic. En eentje daarvan is hier dit waterfall soundhole. Hele coole naam. Je hebt ook een pick-up hieronder, dus dat je echt ook de slaps van je vinger of dergelijke kan nabootsen. En het klinkt echt super. De Acoustasonic heeft natuurlijk ook een elektrisch element, in dit geval een Telecaster element. En wat je hier hebt zijn drie switches. Bij de US-versie heb je 5 switches. En bijvoorbeeld op switch 1 heb je enkel dit element, dus enkel het Telecaster element. Dan heb je hier een draaiknop, volledig naar links of volledig naar rechts. Dat zijn twee verschillende soorten klanken. Je hebt hier bijvoorbeeld een fat Telecaster single coil en hier heb je een clean Telecaster single coil. Maar je kan die natuurlijk blenden, dat is altijd wel het leuke. En dit is de volumeknop. Op positie 2 heb je eigenlijk beide elementen, dus een beetje dat elektrisch en die akoestisch. En positie 1 is die akoestisch. Nu, heel coole gitaar, echt wel. Zeker als je gaat optreden en dergelijke en je wil echt een hele mooie akoestische sound spelen, maar toch een heel makkelijk instrument dat ook geen feedback geeft. Het is minder fragiel dan een hele grote dreadnought bijvoorbeeld. En hier heb je echt wel die dreadnought sound. Heel mooi instrument. Sitka Spruce Top. Die heb je in verschillende kleuren. En dit is natuurlijk allemaal mahogany. En je hebt een rosewood toets. En alles, maar ook alles is echt wel top. Je hebt hier een deep C noemen ze het. Het is gewoon een hele makkelijke C. Mooi satin afgewerkt. Graftec Tuscam. Alles is eigenlijk top. Het verschil tussen de US qua layout, houtsoorten, gevoel, toets, alles hetzelfde. Het enige waar het in verschilt zijn hier het aantal sounds. Je hebt hier 3 pickup configurations, dus 6 sounds. Hè? En plus de blends natuurlijk. En bij de US versie heb je 10, dus 5 switch, 10 sounds en de blends. Dat betekent dat je bij de US-versies meer verschillende soorten akoestische sounds hebt. Dus je hebt bijvoorbeeld een parlor, een dreadnought, dus heel veel verschillende sizes, heel veel verschillende akoestische sounds. Hier heb je er eigenlijk 2. En dan begin je te splitten met het elektrisch element. Dat is dus de Telecaster. We hebben ook die was het laatste op de markt gekomen. Dit is de Jazzmaster natuurlijk. Eigenlijk net hetzelfde, enkel gebaseerd op de shape van een Jazzmaster. Dit is Ice Blue. Ook wel heel cool. En dit is de enige versie met een humbucker. Dus eigenlijk net hetzelfde. 3 switches
Hier enkel de akoestische sounds, hier beide, hier enkel de humbucker. Tuurlijk is dit gewoon een pak vetter. En dan heb je natuurlijk ook nog de Stratocaster. En die heb ik jammer genoeg niet in de studio. Maar die zie je nu natuurlijk in beeld. En het principe is net hetzelfde. Dezelfde Acoustic Sonic, maar de pickup hier is natuurlijk een ST-style single coil. Nu soundwise. Soundwise is het wel belangrijk om te weten dat de akoestische sounds eigenlijk het best klinken via een akoestische versterker. En elektrische sounds eigenlijk het best klinken via de elektrische versterker. Je kan natuurlijk ook de akoestische sounds via een elektrische versterker doen. Maar ze klinken echt niet zo heel mooi. Ik ga het straks heel even laten horen. Het is toch eigenlijk wel beter dat je dit via een akoestische amp doet. Dus je kan eigenlijk ook twee amps naast jou zetten. Een akoestische versterker kost echt niet zo heel veel. En dan met een AB-switch doen. Of je kan natuurlijk de Acoustic Sonic rechtstreeks in jouw interface putten. Of je hebt natuurlijk, zoals hier, de Fender Tonemaster Pro. En dan heb je verschillende programma's dat je bijvoorbeeld een acoustic amp gebruikt om de akoestische sounds te doen. En een elektrische amp als je meer naar deze pickup gaat. We gaan heel even de akoestische sounds doen. En we starten hier volledig met de klok mee naar de linkse kant, zou ik zeggen. Dat is een dreadnought, dat is een iets vollere gitaar, hoor je direct. Leuke is natuurlijk die blendknop, hè, omdat je een beetje van het een en het ander doet. Zoals je kan horen, echt een hele, hele mooie sound. Voilà, nu even positie 2, dus akoestisch en elektrisch via een akoestische amp. Check het nu, want nu gaan we even via een elektrische amp. Dus heel clean. Dit is enkel wat er gewoon uit de gitaar komt. Niks bij, enkel een beetje reverb en een beetje delay. En je hebt dan natuurlijk, kan je blenden tussen dat vet en dat clean. Het is ook gewoon heel leuk om thuis mee te spelen. Heel kleine akoestische amp bijvoorbeeld. Of met de hoofdtelefoon via wel een amp. Of gewoon zonder klinkt het eigenlijk ook. Ik ga gewoon even de sound van de LAV-microfoon. Het is natuurlijk niet hetzelfde als een normale akoestische gitaar, maar je kan echt wel heel mooi spelen, vind ik, zonder een amp. Kan echt perfect.
Voilà, lieve vrienden, dit is de Fender Player Acoustic Sonic. Acoustic Sonic, echt wel omdat ik fan ben van de Acoustic Sonic. Dus ik vond, misschien is dat toch wel even een reminder. Weet je nog, die Acoustic Sonic? Je hebt ook veel haters die echt zeggen, enkel akoestisch is goed voor mij. Geen hybrid gitaren, of hoe je het ook wil noemen. Maar ik vind het geweldig. Ik vind het gewoon geweldig. Alles wat de nieuwe technologie goed maakt en je gewoon inspiratie geeft om te spelen, is gewoon goed. En is het niet voor jou, dan ben je waarschijnlijk niet tot het einde van deze video geraakt. Dus whatever. Dit is gewoon een supercool instrument. De Fender Player Acoustic Sonic in een Tele, Strat of Jazzmaster en in heel wat kleuren. Er zijn zelfs All Mahogany's. Heel mooi ook. Alles natuurlijk te koop bij Bax Music. En de links vind je natuurlijk in de omschrijving. Alle links met natuurlijk alle specs tot in de detail inches en houtsoorten en millimeters. Al onze copywriters zorgen daar natuurlijk voor. En misschien ook wat klantenervaringen natuurlijk. Kan jullie allemaal op weg helpen om het perfecte eindejaarscadeau voor jezelf te vinden. Voilà, ik hoop dat ik je toch een beetje informatie heb gegeven. Spelen vandaag via de Tonemaster Pro ga ik onmiddellijk een eerste video van maken. Dus die krijg je eigenlijk, als je dit ziet, waarschijnlijk morgen. Zeker blijven kijken. Mijn naam was Tom, bedankt. Vond je het leuk? Geef ons zeker een duimpje, nog altijd top. En dan zien we jullie heel snel terug in een volgende video. Bye bye.